Het allerbelangrijkste is gewoon helemaal simpel met de jong paard. Als je ermee begint, begin niet te fanatiek. Rustig aan, kijk wat dat paard aan kan en overvraag hem niet. En dat is het allerbelangrijkste. Nou, we zijn aangekomen in Eemnes bij Thijs van het Klooster. En de naam van dit paard is ook heel toepasselijk. Hoe heet hij thuis? Eemneska. Eemneska. Kun je wel eens vertellen over wat je hier allemaal doet? Ja, dat kan. Wij doen hier in alle disciplines. wij doen opfok vanaf 4 maanden. We doen fok, training, de tuigpaarden, rijpaarden, eigenlijk alles. We hebben 40, 50 jonge paarden in opfok en een 50 pensionpaarden. En voor de hobby doen wij tuigpaarden, of doe ik tuigpaarden. En mijn vrouw en mijn dochter die rijden allebei in het dressuur. Okay. Dus ja, we hebben werk genoeg. Leuk. Ja. Ja. En hoe ben je begonnen met de tuigpaarden? Met de tuigpaarden ben ik begonnen met in het jaar dat Tendens goedgekeurd werd. Met een 2,5-jarige hengst van René van het Klooster voor het eerst in Ermelo op de tuigpaardendag. Ja, die werd toen tweede bij de 2-jarige hengsten. Ja, dan ben je... Ik had het nog nooit meegemaakt, nog nooit meer gezien, de tuigpaardag. Ja, dan ben je verkocht. Enthousiasme, aardige mensen, leuke mensen, emotie. Ja, fantastisch. Ja. In die winter heb ik Sarianne gekocht van Berry van Genuchten. Die had hem bij Schep vandaan. Ja, fantastisch paard. Als ik dat paard niet gehad had, denk ik niet dat ik zo enthousiast in de tuigpaarden geweest was. Oké. Okay. Nou, Eemnes is de 5e nazaat uit Sarianne, 4e. Levende nazaat uit Sarianne. En dat is jammer dat we uit Sarianne heel veel pech hebben gehad met de fokkerij. Dus dat is wel jammer. Maar verder is het een fantastische sport. En is het gewoon leuk om te doen. Ja. En het is leuk om met 2 van die leuke jonge meiden te blokken. Of te bloggen. Vloggen. Sorry, moet je eruit knippen. Hey Matthijs, je doet ook hengsten klaarmaken voor hengstkeuring of merriekeuring? Ja. Of? Ja, dat is mijn grootste passie, mijn grootste hobby. Dat vind ik fantastisch. Maar dat is eigenlijk bij iedereen zo die dat doet. Ja. Het is gewoon van een ruwe diamant een mooi sportpaard te maken. Ja. En ik mag wel zeggen, de laatste paar jaar best wel redelijke successen voor mij doen gehad. En een paar lekkere paarden mogen me klaarmaken. Ook voor derde en van mezelf. Ja, dan is het gewoon fantastisch. Ja. En dit jaar helaas geen hengst. Maar een beetje druk van het najaar en ja, eigenlijk te veel om handen. En als je dat doet, moet je het goed doen, anders moet je het niet doen. Ja. Nou, en die keuze hebben we gemaakt. Maar het jeukt me nu wel. Ik heb spijt dat ik er geen een heb, want iedereen die praat nu over de hengstekeuring. En ik ga als mijn toeschouwer. Ja, dat is mij niet bekend, dus dat is weer een nieuwe fase in mijn leven. En wat vind je nou leuk aan de tuigpaarden? Want je bent vooral met de rijpaarden bezig. Ja, de tuigpaarden en de rijpaarden, de training, alles, dat is niet heel veel anders. Het enige is, de mentaliteit van de mensen is ook niet zozeer, maar wel het enthousiasme in de baan. Heb je een goed paard voor de kar, is iedereen enthousiast en dan mag je ook enthousiast zijn. En dat is het grote verschil met een rijpaard. Dan moet je hem stil zijn, pas op, want straks dan schrikt hij. En dat is gewoon bij de tuigpaarden, is dat gewoon fantastisch, emotie. Mensen langs de kant, enthousiast, de een wat meer dan de ander. Ja. Neem de tuigpaardag, als je dan een goeie in de baan hebt, ja jongens, dan krijgt iedereen kippenvel. Ja. We zijn wel in een paard bezig. Ja. Dit zijn er wel toevallig 2 lesklanten van mij. En deze jonge dame, hoeveel punten had je zaterdag of zondag? 200,5 in het M2. En de andere is een chameur, is gefokt bij Mark de Groot. Uit zijn dressuurmerrie. Dat is een chameur, Craig C. Die heeft deze jonge dame van het vorig jaar gekocht. Mocht ik de gelukkige zijn die als commissionair ertussen zat met Mark. En gewoon een fantastisch lekker paard. En dat is ook een pupil van me, ja. Dus je doet ook nog wel veel lesgeven? Ja, ik geef een uur of 10 in de week geef ik les, denk ik. Okay. Ja,
S'avonds, maar s'middags. Maar dat is gewoon het leukste om te doen. Zeker als je ambitieuze ruiters hebt. Ja. Ja. Uitpaard training is eigenlijk hetzelfde als de dressuursport. En het lange lijnenwerk en alles, dat is gewoon fantastisch. En dat is met de rijpaarden zo, maar dat is in iedere discipline. Alleen het laatste, gouden randje. Ja, dan ga je specialiseren. En dan wordt het iets anders. Dan met twee hele leuke jonge dames. Dat maak je niet elke dag mee? Hè? Nee, nee. Was het maar zo'n feest iedere dag. Hoor je dat, Mark? Oh, man, top. En Harry? We staan hier bij jouw opfokstallen. Wat is belangrijk bij de opfok van veulen tot... Opfok is het allerbelangrijkste bij de start. Heel veel eigenaren die brengen hem en die zeggen hij is ontwormd. Ik ga er nooit vanuit of ik moet het gezien hebben. Het eerste wat ze krijgen is een wormkuur en een vitaminespuit. Okay. Altijd, de vitaminespuit niet altijd, maar de wormenspuit is het eerste wat erin gaat. Want anders dan blijf je altijd achter de feiten aanlopen. Nou, systematisch ontwormen. Wij doen geen wormonderzoek voor de mestonderzoek. Nagelang ik ze netjes kan weiden in de zomer, heb je een schone wei, alles, je ziet het aan de paarden, dan worden ze ontwormd, zo ja of zo nee. Verder is heel veel beweging. De paarden lopen in de winterdag zoveel mogelijk buiten. Zoals je nu ziet, de veulens, of wat je gezien hebt, de veulens lopen vandaag ook, het is mooi weer, dan lopen ze de hele dag buiten. Maar ook in de winterdag in de paddock, alle jonge paarden komen eigenlijk minimaal 5 keer in de week komen ze in de paddock buiten. Okay. Beweging en onbeperkt ruwvoer. Deze hengsten zijn net binnen, die hebben we vanochtend opgehaald. Die staan niet aan de beste kuil. Dit is een beetje van een natuurhooi, maar ze zijn wat dun op de mest, ontwormd vanmorgen op de vrachtwagen. Ja, dus dan maakt het niet uit als het een natuurbehaaltje is en daar heb ik ze voor. Maar ja. Verder goed kuilgas, onbeperkt en heel veel beweging en dat is het allerbelangrijkste. Oké, en die beweging, waarom vind je dat zo belangrijk? Voor de botten, spieren, ja, dat is natuurlijk het gesprek van de dag. Pavo heeft er natuurlijk een hele studie van gemaakt en alles. Ja, beweging is gewoon het beste. En proberen, wat je bij deze mestallen ziet, fris, buiten, schoon lichtbed. Dat zijn de dingen. Eigenlijk van deze tijd is dat heel gewoon. Ja, ja. Maar voor 15, voor 20 jaar terug, hoeveel paarden stonden er niet in een donker hokje. Die gingen in november de stal in. En die kwamen er met oud en nieuw een keertje showen. En dan met maart, april, dan zagen ze weer het daglicht. Ja, dat is niet meer van deze tijd. Dat kun je niet maken. Maar ook, je kunt het naar het dier niet maken. Een stukje dierenwelzijn. En ook de kwaliteit van het paard voor de toekomst. Dat zit hem toch in de opfok. Ja. Want hoe doe je dat qua, je doet soms selecteren? Ik heb ze eigenlijk op de conditie en ook een beetje op de maat en de tuigpaarden probeer ik een beetje bij elkaar te houden. Want als je, hier heb je dan een Fries, als je die in opfok doet met een tuigpaard, nou, dan heeft die Fries het zwaar. Ja. Dat gaat hij gaat het wel volhouden, maar een tuigpaard is veel actiever dan een Fries. Nou, daar selecteer ik ze een beetje op. En je ziet ook wel als een jaar, als anderhalf jaar, die hengsten in de wei, de groepjes wat met elkaar kan en wat niet kan. Maar ja, als je maar lekker een groep hebt en ze moeten weg kunnen en er genoeg te eten. En als ze iedere dag maar buiten komen, dan ben je eigenlijk alle energie, ja, dan blijf je kwijt. Ja. De enige bloedverwant, rechtstreeks bloedverwant, een half zus van Orlando. Daar rijdt mevrouw op Judith op. Die is mijn Z2 dressuur. We hebben deze merrie vorig jaar gespoeld. Met? Waar is hij van gedekt? Hoe heet hij ook weer? Dreamboy. En het geluk was een tweeling. En meteen twee ooggeslaagde embryo's zitten in twee merries. Okay. Maar het jammer is van Orlando, dit is de enige merrie die wij nog uit dat stammetje hebben. Okay. Dus daar zijn we helemaal zuinig op. En Judith die rijdt lekker in de sport. En ik probeer er in de fokkerij wat uit te halen. Voor zover dat lukt. Ik mocht hem niet laten dekken, maar spoelen mocht wel. Okay. Nou ja, dan maar spoelen. Want, niet iedereen weet het misschien, maar jullie hebben Orlando gefokt. Ja. Ja, onze trots. En Orlando was gewoon, dat kan ik heel arrogant zeggen, we. Maar vanaf het moment dat hij geboren was, was het een heel aparte. En die hebben we verkocht op 2,5 jaar leeftijd voor de helft in het voorjaar.
aan Jan Vollmer. Die heeft hem klaargemaakt voor de hengstekeuring. En toen werd hij aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Toen ging hij voor het najaarsonderzoek. Toen heb ik in dat voorjaar mijn deel verkocht aan Aardbot. Maar je blijft altijd de fokker. Dus dat is het leuke ervan. Ja. Dus je blijft er altijd mee verbonden. En nu loopt hij dan in Denemarken. Daar zijn we van de zomer wezen kijken. Ja, dat is gewoon fantastisch. Leuk. Ja, daar doe je het voor. Ja, hartstikke mooi. Toch? Ja. Hé, hey, jongens. Nou, dit zijn de merries die komen morgen binnen. Het is vandaag bijna 1 december. Normaal komen de merries hier niet voor de kerst binnen. Maar het gras is op, dus dan houdt het op. Het allerbelangrijkste is gewoon helemaal simpel met de jong paard. Als je ermee begint, begin niet te fanatiek. Rustig aan, kijk wat dat paard aan kan en overvraag hem niet. En dat is het allerbelangrijkste. Okay. En dat gebeurt denk ik in de tuigpaarden nog eens heel veel. Te snel voor de kar, te snel. Je hebt gezien dat hij het goed kan. Je hebt gezien, op goede momenten gezien. Spaar die momenten. Hou die momenten voor jezelf en geniet daarvan. En die momenten worden steeds meer. En als je het goed doet, wordt het vanzelf een goed sportpaard. Maar je moet niet die momenten, en ik heb het aan mijn levende lijve ondervonden met Sarianne. Op het moment dat ik met Sarianne, de eerste keer dat ik eerste was in mijn boekel, zei een man hier op MNES, hij zegt daarna ben je gaan trainen. Ik heb het nooit kunnen begrijpen. Een jaar of twee daarna begreep ik het heel goed. En dat is een les geweest, ja, dat moet je gewoon nooit meer doen. Ja. Ik rij met de tuigpaarden veel in de pollen en veel aan de dijk. Nou, en dan in het geval van Sarianne. Nou, dan reed je in de pollen en kwam niemand langs. Goh, Thuis, wat was die best van het weekend? Weer een tikje erbij. Nee, niet doen. Terug naar de basis, rust en op je gemak. Nou ja, dat weten jullie al als geen ander. Ja. Toch? Het is net als met je vriend. Als je scoort op zaterdagavond, niet op zondagavond hetzelfde willen. Punt. Zo. Bedankt Thijs dat we hier mochten komen kijken en dat je wat hebt verteld over de tuigpaden hier en wat je allemaal doet. Nou, graag gedaan. Ik vond het beren gezellig. Ik vond het hartstikke gezellig met de twee J's. Maar het is helemaal top. En ik zeg altijd maar zo, wat moet ik allemaal vertellen? Ja, ik heb verteld wat we doen. En ik hoop dat we volgend jaar weer een leuk wedstrijdseizoen hebben. Ja. En Cor, ik ga je beloven, ik ga beter mijn best doen volgend jaar. Heel hartelijk bedankt. Doe een blauw duimpje omhoog als je dit een leuke video vindt. Een blauwe? Een blauwe. Hoor niet op.